Goedenavond, beste dampertjes. Hier zijn we weer. Juist. 3 minuutjes te laat, maar dat valt nog goed mee. Ik ga een beetje bij je zitten. Ik hoop dat je allemaal goed hoort. Ik heb hier opzij de chat openstaan. Ik ga even op live chat zetten, voordat ik het vergeet. Zo, we gaan eens even zien wie dat er allemaal al bij is. Angelo, Benny, Brecht, Kevin, Steven, Ronnie, Giovanni, Thierry, Didier. Allemaal goedenavond. Geluid is goed. Zin ik blijver. Beeld goed, geluid goed. Tijd een kantje boertje geweest, want mijn computer was weer aan het crashen. Deed weer niks. Ik heb lekker een zot ook aan gewerkt. Op Facebook stond al een bericht klaar voor te zeggen van dat er problemen zijn. Maar juist op tijd begon hem terug te draaien. Na wat opstarten en wat gevoefel. Dus gelukkig, computer starten op. We zijn aan het streamen op de juiste stream. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scènetjes klaarstaan. 2 er al gehad, de waarschuwing in de intro. Deze is de FaceTime. Ik heb nog een reclametje. Ik heb een close-up. Ik heb het naam laten voor de Wasp Nano. En ik heb een outro. Voilà. Dat gaan we weer doen vandaag. Wat gaan we allemaal zien? We gaan de eerste ook een... Amai, ik raak niet op mijn woorden. We gaan die een giveaway CB doen. Dat heb ik al ingesteld. Rechtstreeks uit YouTube getrokken. Het was toch daar dat hem te doen was. We gaan mijn RDA, de Armadillo. Gisteren is hem gereleased op Omi zijn site. Dus nu mag ik er alles over zeggen. Nu kunnen we alles vertellen. Ik heb natuurlijk alleen nog maar op dit moment de prototypes. Ik ga alle subiet het eerste prototype laten zien, het tweede prototype en uiteindelijk degene die het gaat worden. Dat is deze. Daar ben ik al een tijdje op aan het tampen. Degene die mij volgen zullen daar wel een paar keer gezien hebben. Ik ga even mijn laptop een beetje dichterbij pakken. Als me dat lukt. Hoe ver zit de batterij? Deze is nog redelijk goed. Dan ga ik die even voor mij zetten. Dat ik al een chat wat beter kan volgen. Voilà. Nog eens proficiat ermee. Merci berichtje. Ik kan het eigenlijk al zelf nog maar half geloven voor het moment. Hey vaping computer guy. How are you? I'm gonna talk in Dutch, so hope you can follow. Wat is er hier nog allemaal? Giovanni, ook Mercedes. Zo. En wat gaan we dan ook doen? Eigenlijk, ja, ik kan nog vertellen. Ik heb nog de profile RTA liggen. Maar die zin ik nog wat aan het testen. Dus wanneer dat die review komt, dat zal ergens, denk ik, begin volgende week zijn. Want ik wil die nog even wat beter testen. Wat heb ik nog? Ja, de manen dan. Normaal begin volgende week zou ik mijn samples aankrijgen. Dan kan ik er al een deel doorsturen en dan ga ik natuurlijk zo rap mogelijk de volledige voorstelling van de RDA doen. Ik ga het geen review noemen, ik ga mijn eigen RDA niet reviewen. Ik ga hem gewoon voorstellen en het reviewen, dat laat ik dan wel aan de rest. Wat gaan we nog doen vandaag? Wat hebben we nog? Ik heb hier nog altijd die Empire Brew. Ik moet dat eigenlijk nog doorsturen naar een deel van mensen die ik allee, ja, van mijn crew, voor dat daar nog wel om te laten proeven en zo. Maar ik weet het nog niet goed wat ik er juist mee ga doen. We zullen nog zien, want misschien dat ik ze wel weggeef aan iemand of via een giveaway of zo. Ik weet het nog niet goed, we gaan zien. Wat heb ik hier nog? Oh ja, de Skrrtank heb ik ook nog altijd liggen voor te reviewen. Ik weet ook niet wanneer. Dat kan ik er sowieso ergens tussendoor doen. Ik ga proberen zo wat meer terug normaal review ook op te nemen. Mijn computer doet het moeilijk, dus misschien alleen met mijn camera eens terug en wat nog niet in plakken. Dat weet ik dat ik ga, dat kan ik eventueel beneden doen. Goedenavond Patje. Ik heb nog niet gezien. Ja, een chat. En mijn ogen zijn niet meer waar dat, oh, wat dat ze moeten zijn. Ik kan nog een beetje driepen. En dan zullen we ze beter maar... Zeg het maar, met wat gaan we beginnen? Gaan we met een giveaway beginnen? Of gaan we met een armadillo een beetje van dichtbij bekijken? Gaan we maar kiezen. Ik kan even wachten op welke golle te zeggen het.
kon er wel even drinken ook. Want wat heb ik dan nog eigenlijk? Met wie heb ik nog? Juist, normaal gezien OBS, vanaf dat de stok terug binnen is, zou ik ook die nieuwe mini cube krijgen. Dus dat is de cube, maar dan klinkt er nog. Ik ben benieuwd erin. Ik ben ook benieuwd hoeveel batterij eigenlijk dat gaat hebben, want ik zou het eens moeten opzoeken. Of als het aankomt, zal ik dat zeker doen. Maar dat zou dus onderweg zijn. Ik heb nog wat berichtjes gestuurd ook, want ik vind het wat stilletjes worden en hier zonder andere kant sinds Chinees 9 uur, dus ze moeten een beetje wakker geschud worden. En met wat ben ik dan nog bezig deze week? Na de Crazy Vape Show van een zondag, want die was verplutst naar een zondag en vanaf na gaat dat altijd zijn. Na die Crazy Vape Show had ik zo niet eens het zotte idee. Ik was nog wat babbelen altijd erna, we bellen nog wat voort na de show, ik heb met de merk. De armadillo natuurlijk. Oké, dan gaan we nog de armadillo een beetje zingen. Cool, dus ik was aan het vertellen. We zijn nog wel aan het uitbabbelen. En ik krijg zo het idee van, waarom nodigen we niet in de Crazy Vape Show elke week een of andere bekende reviewer uit? Ik wist natuurlijk niet of dat ging gaan, of dat die dat willen ofzo. Dus gewoon het zotte idee, we nodigen elke week iemand uit en we gaan zien waar we komen. Ik kon wat mailtjes sturen. De markt ging ook wat mailtjes sturen naar alle UK reviewers. Nou, het zotte van allemaal is, we zijn na woensdag, 3 dagen later, in de eerste 6 weken van de Crazy Vape Show, hebben we elke week een special guest. Echt waar. Kan al een deal, kan al zeggen wie dat er allemaal gaat komen en wie dat er heeft toegezegd, dat wil ik je al wel al vertellen. Maar wanneer dat wie gaat komen, dat kan ik nog niet zeggen. Ik weet het van sommigen al zeker, vandaan er nog niet zeker wanneer juist in die 6 weken, maar in ieder geval, de 6 weken zijn gevuld. En wie komt er allemaal? Eén van de UK, Jules Mama Vape, die gaat er eens in de show komen. Hoe lang, dat weten we nog niet. Is dat een kwartierke, een half uur, heel de show. We zullen wel zien hoe dat loopt. Wie hebben we nog? Ambition Vaper van de Ayakwitas, de Alien Toestander. Die gaat ook nog in de show komen. Wie hebben we nog? Xor, dat is een Zuid-Afrikaanse reviewer. Hier misschien niet zo bekend, maar ik ben die tegengekomen. Ik heb erin gezien, ik vond dat wel tof. Dus die ook. Wie hebben we dan nog? De Vaping Computer Guy. Die komt ook. Dat is de eerste reviewer die ik ooit vond op het internet. En waardoor dat ik eigenlijk helemaal geïnspireerd ben gerokt. Die komt ook mee babbelen hier van de wijken. Wie hebben we nog? Grim Green, hij ook toegestomd. Dus die zou ook mee komen babbelen in de show. Geweldig gewoon. Wie hebben we nog? Wendy Vape. Ook. Zo ook, die jij ook al gezegd dat ze het geren wil doen. En die heeft dus ook toegestaan om te komen. Zo vaar zijn we al. En dan heb ik nog iemand, dat is juist MVS Bosgirl van Instagram. Die zou ook nog wel eens, ofwel in deze show, of in de Crazy Vape Show, ook nog wel eens willen komen. Dus dat gaan we ook. Dat gaan we regelen. Zo, voilà. Dat had ik hier al over te zeggen. En dan gaan we naar de RDA zingen. Oh ja. Zo. Wat gaan we dan nog doen? Dat gaan we hier liggen. Dan ga ik even zien dat ik naar het volgende scherm kan gaan en alles klaarzetten. Dus spelen we reclametje. Voilà, hier zijn we terug in de close-up. Je ziet ze hier al liggen, je ziet er in A4 liggen. Deze zijn eigenlijk de 2 lessen
maar dan deze is toch leeg, dus die wou ik dan ook maar eens een beetje laten zingen. We zullen eigenlijk beginnen met heel de geschiedenis. Het is dus eigenlijk bij mij begonnen met contact met Kajijs. Amai. Ik heb even een kikkertje in mijn keel. Het is begonnen met Kajijs. Die hebben dan voor mij, ik had daar contact mee, ik ben er dan ook geweest in Shenzhen, ik had daar mee geklapt. En die hebben dan een... Amai. Rustig, awesome, Dimmy. We zijn rustig. Die hebben dus de eerste prototype gemaakt. Ik ga daar naar twee even opzij zetten. Dan gaan we misschien wat beter beeld hebben. Zo. Ik ga nog een beetje inzoomen. We gaan wat dichterbij komen. Want we hebben dan toch voor dat te zien. Zo. Dit was de eerste kap die er gemaakt was. Je ziet, heel schoon afgerond van, van boven. Airflow Goonstyle van een 1.5. Maar een beetje smaller al. Geen stop op de kap. Dus je kost de stap... binnen blijven. Je kost de kap volledig ronddraaien. En als je de binnenkant zag... Gewoon geduimd helemaal dat wel. Dus op dat gebied een hele schone duim. Dan komen we onder het Buildtek zelf. Ik ga even dat katoen eruit trekken. Dat je wat beter kunt zien. Zo. Voilà. Een beetje te veel gehad. Zo. Als je het naar het Buildtek ziet. Je ziet hier aan de zijkant. Dat Buildtek een beetje over die rand komt, waardoor dat mijn juice wel niet echt diep was. Maar je ziet wel, als ik die kolen mooi doe, dat die posts schoon bekend tot beneden komen, nog juist een schoon gotje voor te skonken. En dat is gewoon een boog van de armadillo aan de rug. Je ziet, de gotjes ook, maar daar is er hier ook nog een verschil. Hier de gaatjes, de vazen gingen hier recht opzij. Schoon naar boven. Ah, jij hebt last met inzoomen. Schoon naar boven en van boven erop. Nou, het probleem was met deze onderste gatje. Dat ging helemaal opzij. Van opzij kwam dat in dat gotje in. Waardoor dat je altijd, als je hier wat kool in stak. Blijft nou wat van. Zo. Als je hier wat kool in stak. Dat eigenlijk wat kool altijd helemaal krom trok. En dat was een beetje aan mijn tand om deze. Dus hier wouden we dan iets om veranderen. Ik wou die vase recht omhoog, maar Kajijs zag het eigenlijk niet eens niet meer zitten. Maar ondertussen had ik al wel gebabbeld met wat tuiven. En ik was daar op een bureau geweest met een die, met die sample van Kajijs. En die had direct gezegd van, die wil ik. Ik wil die ook wel maken. Dus, zijn dan, nadat Kajijs dan afzei, dat was toevallig, ik was in Birmingham op een beurs... Stond voor Wotofo, ik ben aan het babbelen met de Leon van Wotofo. En op dat moment krijg ik telefoon van Kajijs dat ze hun eigen terugtrekken en dat ze hem toch niet gaan maken. Dus ik vraag erom, ik zeg, mag ik hem dan nog iemand anders geven? Geen probleem. Dus op de beurs van Birmingham, ik ging nog naar Wotofo en daar het nog geregeld dat ze hun ook weer een prototype gingen maken. Het eerste verschil zei dan, ik weet niet of ik het goed zei, de kap. Van een deze is gewoon rond en een deze wat over had hij een beetje platter gemaakt van boven, waardoor dat die kap een beetje korter begon, alleen wat beknopter lijkt. Dat was een idee van hun. Ook hierop geen stop dus. Zo, de kap van binnen ook goed gedaamd, zoals die van Kajijs eigenlijk zo goed als hetzelfde, alleen die rand hier van de kap. Hier heb je dat plat randje om en bij Kajijs was dat gewoon rond. Zo. Dat was eigenlijk het verschil in die eerste en een tweede prototype zijn kap. We gaan dat er ook wat trekken, dat katoen. Zo. En dan zie je deze. Dit had dan wat tuifel geproduceerd. Je ziet hier het verschil. Het Jules was nog altijd even diep. Als ervoor, alhoewel dat je hier gemakkelijk omhoog kost. Je kost hier omhoog, want die post hier komt zover niet. Maar hetgeen dat er ook wel heel serieus om veranderd was toen al, is de visjes.
Ik weet niet of je het goed ziet, zo. De visjes komen hier allemaal van boven naar beneden vast te draaien, waardoor dat je hier op dat onderste gat op een kool zo goed als recht naar beneden duwde en dat hem veel minder verdraaide. Dus dat was al positief veranderd. Maar we hadden wat tafel aan gedaan, kon je kolen mooi doen. Je ziet, die hadden er een brug van gemaakt en een heel gat hier van onderin, waardoor dat je dan ook weer alle smaak verloor, want dat je op een airflow kwam binnen en dat ging je los onder de kool en op de kool, maar ook door dat gat en je kreeg kwijt een turbulente airflow en eigenlijk ja, dat trok op niks, dat die opening, dat tik zo, het was beter dat het smaller was, maar dan ja, ze hadden dan beter chills wel ook verhoogd, maar dat was dan niet gebeurd en ze hadden deze helemaal open gelaten. Dus ja, hier kost ik ook niet meer content zijn, dus weer ik niet content. Ik heb ook gezegd van nee, dat en dat moeten veranderen. En wat afval we niet eens, ze hadden een paar glutenreviewers en ze trokken hun eigen terug. En dan had ik nog een contact bij Omir en had ik daar al eens voorgesteld of dat Omir niet voor mij mannen er die al wou maken. Ik had dan ook al de plannen gevraagd van wat afval en van KS. Dan eens even zien. Dus, wat als ik kon zeggen, ik was even nog aan het chat gaan zijn, sorry. Dus, ik heb Omir gevraagd van, wilde je dat doen voor mij? Ik had de plannen van alle twee on KS en on Wotofo gevraagd. Ik had die plannen en ik wist wat ik wou. Ik wou de breedte van het bultdek, zoals die van Wotofo, dus dat eerst smaller kwam. Maar dan wou ik ook dat het juicewell een beetje omhoog kost komen, dus dat iets dieper kost worden. Maar ik wou wel dat dus de posts gevormd waren gelijk als het bultdek van KS, dus dat eigenlijk tot beneden bekend dicht is. En dan van de kap had ik ondervonden, die kap van Wotofo weer sneakiert altijd en die van KS die blijft lekker cool. Dus ik heb dan gezegd van ik wil ook de vorm van de kap van KS, niet dit is. Dus zo had ik al een goed idee van wat ik wou. Ik had er al twee kunnen testen. En dan kwam ik uit met Omir, hebben we dan samen wat aan tekenen en aan toon geweest. En we kwamen dan uit op dit. We wouden ook wel ribbels, omdat we dan de airflow makkelijker open en dicht kunnen draaien. Zie. Omdat je dan een beetje meer grip hebt. De airflow staat een klein beetje hoger in de kap, omdat we hebben er ook een stop in gemaakt. Je ziet, een stop, waardoor dat de kap niet ronddraait. Je ziet hier ook het logo. Heb ik trouwens zelf ook op papier gewoon getekend uit mijn eigen en ik dacht van ik wil een armadillo en ik heb dat getekend. En dat is uiteindelijk dan ook het logo geworden. Of dat naar schoon is of niet, dat laat ik er allen over. Maar ik vind het wel tof dat mijn tekeningetje hier ook op staat. Zo. Dan gaan we hem eens open doen. Maar dat ga ik doen met mijn andere. Die is leeg. Die zal ik even pakken voor open te doen. Want dat is een tweede prototype dat je hebt gekregen ook. Los visje niet, maar dat is van in de zak. Zo. Dan komen we aan het bultdek. Je ziet. Tot beneden kan niet helemaal toe. Juist plots genoeg voor nog een squonkpinnetje dat gelijk met een bodem komt. Heb ik al helemaal getest met squonk en echt squonkt geweldig. Er komt schoon tussen die twee posts in, recht omhoog en maakt allemaal langs twee kanten schoon nat. Het juicewell ook. Dieper geworden tegenover de vorige twee. Je ziet dat ook, die post stond een schoonnetje erin nu, in één vorm. De plus en de min. En ook de visjes komen van boven allemaal, waardoor dat je hier de gotjes, je ziet ze, de visjes gewoon schoon naar beneden en dat de kool schoon recht blijft. Zo, hè. Twee oorringen voor de kap goed tegen te houden, niet te stroef, niet te los. Het is zoals een drop eigenlijk ook had. Zo, op deze stond dat. Ene kant, twee kanten een logo. Op de andere staat ene kant een logo.
Dat is voor mij nog een verrassing waar dat het finale gaat worden. Ik hoop op één, maar we zullen zien waar dat geworden is. Dat is het enige dat ik nog niet weet, dat ik moet wachten op de sample, want dit zijn twee prototypes. Zo, en op de onderkant. Armadillo by Omir in DCD, Dimmy Crazy Damper. Voilà. Dat is het. Dan heb je hem allemaal van dichtbij gezien. Ik kon een keer terug naar FaceTime komen. Ik ga mijn micro mee pakken. Ik zal nog een reclame spelen even. Mijn computer is wat traag, dus even geduld. Voilà, hier ben ik terug. Pak maar een armadillo er terug bij. Ik ga wat dichter bij mijn micro zitten. Zo. Nou, hier hadden allemaal de armadillo gezien, van dichtbij. Nou, gaan we maar er ook op zijn dampen. Heel belangrijk is wel de plutsing van de kool. Gewoon ik wel zeggen, je moet zorgen dat we kool zoetjes klein beetje boven de airflow komt, dat er een airflow onder en op de kool kan komen, want als je hem te laag zit, gaat ook in de handleiding staan, als je hem te laag zit, gaat de airflow erboven en dan verlies je heel veel smaak. Het is wel belangrijk dat je dat erbij zegt. Maar je ziet, het is gewoon volle damproductie en lekker van smaak. Ik zet hem meestal, even laten zien, ik weet niet of je het goed kunt zien, ik zet hem zo dicht, zo een kwartje ervan zet ik hem meestal dicht, dan is hem een klein beetje restricter. En dan geeft hem voor mij de perfecte smaak. Maar dat laat ik ook weer over aan iedereen om dat zelf uit te maken. 1 april wordt hem trouwens echt gereleased en aan het publiek laten zien door Omir zelf. Dat is in Maleisië in de expo. Daar zouden ze hem voor de eerste keer gaan meenemen. Ik vind het jammer dat ik er zelf niet geraak. Maar we zullen nog wel zien. Zo. Voilà. Dat was de voorstelling van de armadillo. Wat gaan we nog doen? Merci allemaal al voor alle goede reacties en voor alle vuile reacties, vind ik plezant. En krijgen we er allemaal eentje bij Linda? Nope. Zo'n Rockefeller ben ik niet. Voilà. Goed. Gaan we dan nog niet zuiver maar naar die giveaway. Want wat zou ik dan nog? Wat heb ik nog? Oh, dat heb ik al weg verteld, dus ze beet me er gewoon nog iets vragen. Hey, Annelies. Goed. Kan ik eens even zitten? Ik heb voor die een giveaway. Waar dat je moest antwoorden. I love Omir op mijn YouTube pagina. Onder dat filmpje. Er hebben 29 mensen mee gedaan. Ik zal eens even een scherm opzetten. Stop waar reclame mee opnieuw op letten. Zo, we komen hier op dat scherm. En wanneer verkrijgbaar, dat kan ik momenteel nog niet zeggen in België. Dat zullen we nog moeten bespreken met de groothandels, hoe dat we het allemaal gaan doen. Dus daar, vanaf begin volgende week weet ik daar misschien meer van. Of aan volgende week, dan zullen we meer weten, denk ik. Ik moet dat nog allemaal gaan bespreken, daar zijn we nog mee bezig. Dus hier zie je, ik heb de link van dat filmpje ingevoerd. De comments, amount unique 29. En dan moet ik nog mijn, even achter mijn laptop zien, zoeken. Nog mijn scherm zelf gaan. En dan gaan we zien. Zo. Dan kunnen we hier start houden en dan gaat hem kiezen. Wie gaat een Wasp
Umir winnen. De Wasp Nano RTA bijvoorbeeld. Steven Similon. Steven Similon, ik zie dat je er bazen. Nou moet ik weer terug. Even geduld. Ik zie dat je er bazen. Voilà, Steven, dat is voor haar. De Wasp Nano RTA. Laat me weten hoe dat bij jou gerokt. Stuurt me maar een berichtje en laat me het weten. De zilveren Wasp Nano RTA. Verraast even. Alsjeblieft. Dat hebben we dan ook weer al gehad. Zo, nog iets. Wat kunnen we nog doen? Heb je nog vragen? Kom maar wat achteruit zitten. We zijn nog maar een half uurtje bezig, dus ik heb nog wel wat tijd. Zeg het maar. Wat is uw mening over de IVG liquids? Momenteel zelfs ben ik IVG aan het tampen. IVG Pops Caramel Lollipop. Ik vind die IVG liquids niet slecht. De salt niksjes, niet zomaar een smaak, maar allee, het is nog te doen. Dat was mijn mening op dingen. Oh, kijk eens, moet een micro vallen naar beneden. Nou, moeten we het gaan doen. Dat is weer strafdag. Even reclame! Ja, we zijn terug. Even een probleempje met mijn micro. Testing het weer, inderdaad. Probleempje met de micro. Die ging even stijgen de grond. Moesten we even oplossen. Goh. Voilà, in de live kan alles gebeuren. Dat maakt het interessant. Wat heb ik nog te vertellen? Ja, die liquids, daar moest ik nog eens over nadenken wat ik daarmee ging doen. Voor de rest heb ik eigenlijk nog weinig liggen voor de review, dus het is echt wel tijd dat er nog wat gaat aankomen. Waar hebben we nog? Ah ja, dat is juist, die pacemaker moet ik ook nog altijd doen. Dat heb ik al veel gezegd ondertussen, maar dat komt er ook maar niet van. Dat moet ook hier met een keer niet gaan doen. En voor de rest. Merci Beke. Merci GM. Het midden altijd breekt. Volgens mij zag je dat bij toen net dan. Maar ja, die single zoals. Ja, die moet er redelijk, allee, ja, redelijk dik in de kool, maar vrij dun eigenlijk om door te aan. Er zo wat tussenin zo. Je moet zorgen dat hem in de kool niet te vast zit, maar ook niet te los. Zo schoonetjes er helemaal tegen. En aan de buitenkant goed uitwikken, want lekker doet hij het ook bekend niet. Heel goed uitwikken, dat hem goed veel kan opzorgen. En dan valt hij nog wel mee. Voilà, Kevin. Dat is geen kikker dan, denk. Zo zou ik hem, allee, zo wie ik hem toch. En ik ben er geen fan van. Moet ik er wel bij zeggen. Ik heb maar dan maar een bomb is op de Solomon 2 ofzo.
Goed, wat hebben we nog? Oh, er is nog Liquid van Madman onderweg. Dat, die een tracking heb ik al wel, dus dat is onderweg, die Madman. Er komt ook een reviewke van, een Liquid reviewke dan wel. Maar dat komt er ook nog aan. En voor de rest ben ik eigenlijk continu bezig met zoveel mogelijk die een Armadillo overal te laten zingen en dingen. Dus dat je dat wat ze even schalen op Facebook, maar niks keuze hebben. Maar dat is in ieder geval, moet ik dat overal zo wat posten. Wat hebben we nog? Met Omer zijn we nog altijd allemaal om te spreken wie dat wat gaat doen, welke reviewers allemaal. Ik weet er al een heel deal die hem zeker gaan reviewen, dat dan maar hebben gezegd. Er mogen er nog altijd een paar meer bij komen. Ik heb er heel veel aangeschreven, want ik schrijf die dan zelf aan, niet Omer, maar ik schrijf die reviewers aan. En ik vraag dan aan hun of dat ze willen reviewen voor mij. Dus een heel deal heeft dus al toegezegd, dat vind ik wel tof. Gelijk als degene, ik zei Ambition Vapor, Grim Green, Wendy Vapes, Vaping Computer Guy, Vaping with Vicky ook al toegestaan, Xar, wie was het nog? Goh, ja, ik heb een hele last. Jules Mama Vape. En er zijn er nog een deal. Ik kan er niet allemaal naar opkomen, maar in ieder geval, er is al een heel deal dat hij togen zei. Dus daar ben ik dan ook wel heel benieuwd in wie of wat die ervan gaan, of wat dat die ervan gaan zeggen. Ik zal het zo zeggen. Goedenavond, Christophe. Ja, Jim, vijf promoters. De Belgian Vape Crew gaan mij helpen met te promoten op Insta. En voor de rest ga ik dan ook alle groothandels hier zo afgaan in België, niet allemaal, toch een groot deel groothandels voor te gaan vragen of dat ze willen hebben. Dat is ook mijn plan, dat wij ook meer maar gevraagd voor deze kanten hier op maat te nemen. Dus ik heb wel wat werk de komende weken. Dus ja, daarom ook. Ik ben eigenlijk nou ook wel een beetje afgepagerd. Ik heb de vorige twee nachten ook alle nachten tot een uur, een kot in de nacht, tot 3-4 uur s'nachts ontmijlen en ontchatten geweest met mensen in Amerika en zo. Daarom dat ik ook zo vandaag, ik weet eigenlijk niet veel wat zeggen, maar nu ga ik daar een beetje toe, want ik heb barstende kop aan. Maar ik moest mijn live zo doen. Ik ben blij dat mijn computer het nog redde, want anders had ik hier mal zot geworden, dat tijd er dan ook nog niet gehouden. Dus daarom, het zal vandaag ook geen al te lange zijn. Je hebt gezien waar je wel zijn. De giveaway is gedaan. Ik heb wat verteld over wat ik nog heb voor te liggen en reviewen en wat ik nog allemaal van plan ben. Normaal gezien, begin van de week krijg ik mijn samples aan en dan komt er de preview zeker aan zo rap mogelijk. En dan zullen we zien wanneer dat de rest van de reviewers hem doen. Je weet wanneer het hem zou gereveeld worden en waarschijnlijk op de markt gekomen dan. Dat heb ik ook gezegd met die 30 en 31 maart op die beurs. Dan wordt hem de eerste keer daar vrijgegeven en dan kun je hem kopen waarschijnlijk. Dan komt hem ook een prijs, want nou op de website zo'n 0 euro, 0 dollar, maar daar komt dan een prijs bij. Momenteel weet ik het zelf nog niet. Daar zijn we nog allemaal in bespreking. Ik weet wat ik ervoor krijg en wat ze ervoor vragen, daar zit ik voor niks tussen. Dus zo. En voor dan ook de mensen die, ik heb commentaren gelezen, mensen die dachten dat ik een keer veel geld heb ingestoken om mijn brand daar te kunnen opzetten. Goed zot zeker, ik heb geen rotte bal voor dat te doen. Het enige dat ik hier aan heb is, mijn design heb ik aan hun gegeven. Ik heb met hun samengewerkt gewoon. Ze hebben al wat kosten gedaan en ik raak er maar een deeltje van. Voilà, zo simpel is het. Dus, meer kan ik niet zeggen. Dat is goed Steven, laat morgen maar eten weten. Goed idee. Hoe meer dat hem posten op Instagram, hoe beter. In ieder geval, ik weet wel, de reacties ook, Omer hij ook al, sinds dat hem op de site zo een heel deel vragen aangekregen, dus en zo. Dus momenteel, ik hoop dat hem de mensen in de smaak gaat vallen. Ik ben in ieder geval heel aangenaam verrast geweest van dat biertje heren. En ik ben content met wat dat geworden is. Die eerste twee had ik niet op de markt willen brengen, dan deze stond ik volledig achter.
Zo, en ik heb na dat Golle dat ook gevonden. Merci, Patje. Ik zend er ook veel op. En ik moet zeggen, oom heeft ook goed meegewerkt. Die hebben echt mee alles gedaan wat ik vroeg, samen nagedacht. Hoe dat we het beste kosten oplossen. Dus ook ongelooflijk merci aan oom hier, want zonder hun had hij er ook nooit niet geweest. Na die eerste twee prototypes begon ik eigenlijk zelf ook wel de mul te verlezen. Ik zeg het, is meer dan een jaar, bekend een jaar en een half na dat ik ermee bezig ben. Echt waar, mijn geduld was bijna op en ik geloofde er niet meer in. Maar je zei, de volhouder wint. Hier is de armadillo. Dat was hem. Meer heb ik weer niet meer te zeggen. Vandaag kon ik al eens afsluiten, denk ik. Ik zing al in ieder geval, het is na woensdag, ik zing al misschien nog ergens, want van twee kind kan zijn dat ik vrijdag nog een review kan opnemen en dan krijg je dat nog wel ergens in een dag of zo, zaterdag of vrijdagavond nog op mijn YouTube, ik weet het niet, maar ik kan proberen echt waar terug wat meer ook reviewkes, want er stond bij al hier mijn live sessies na, dus ik kon wat meer reviewkes terug proberen op te nemen en ja, ik kon het allemaal wat anders proberen regelen. Merci Thierry. Goh, dan ben ik al in ieder geval een zangnacht terug op de Crazy Vibe Show. De eerste, met een special guest die er gaat komen. Dus dat is voor ons ook nog wat spannend. Voor mijn computer helemaal godemataan kunnen of niet. Maar we hebben het al eens getest en dat lukte. Dus we zullen zien. Mannetjes, nog een goeie avond allemaal. Ik hoop dat je binnenkort, heel binnenkort, hier allemaal van kunt genieten. Ook in België. Kom maar een beste verdoen. Voor de rest kan ik al hier nog maar zeggen. Pak allemaal al een domper erbij. En zeg het samen. Met mij. Laat die een domp maar komen.